Welkom bij de kennisclub Visualisatie van een keten. Dit is mede mogelijk gemaakt door het SIA-project Voorkomen Voedselverspilling. Mijn naam is Woody Meijers en ik ben werkzaam als lector integrale voedsel- en productieketens bij de Hogeschool in Holland. In deze kennisclub wil ik dieper ingaan op de visualisatie van een keten. Te beginnen bij de opbouw van een keten en stakeholdernetwerk, verschillende visualisaties en de legenda. Deze kennisclip is onderdeel van een serie en bouwt voort op de NIMF tool. En in de link kun je deze NIMF tool verder downloaden. Zoals in de andere kennisclip over ketens al is uitgelegd, zien we eigenlijk drie lagen van stakeholders. Allereerst de ketenactoren. Dit zijn eigenlijk de partijen die het product vastpakken en tot waarde brengen richting de consument. Meestal zijn deze ook eigenaar van het product, maar lang niet altijd. De ketens worden steeds complexer en steeds meer zien we ook een heel netwerk ontstaan. Omdat er ook gebruik gemaakt wordt van wat we dan ook wel noemen de supporters, dus de tweede laag eigenlijk, en dienstverleners. Dit zijn organisaties die vaak ingehuurd worden door de bedrijven die actief bezig zijn met het product. Voor diensten om het product verder mogelijk te maken. Denk aan marketing, ICT, kwaliteitscontrole, certificering. Nou, een hele set van dienstverleners, waarbij sommige dienstverleners ook weer werken voor meerdere schakels in die keten. Verpakkers bijvoorbeeld hebben ook een bijzondere plek. Sommigen werken als dienstverlener, voor bijvoorbeeld een telersvereniging, worden geen eigenaar van het product, maar verpakken het en geven het weer terug en worden daarvoor betaald. Tot slot hebben we, je zou kunnen zeggen, de echte stakeholders, de influencers, die staan buiten de keten. Zijn onderdeel van het netwerk wat van invloed is op het functioneren van alle partijen. Denk daarbij aan overheden, onderwijspartners, onderzoek, maar ook de hogeschool, waar we zelf onderdeel van zijn, vakbladen, etc. Dus we praten over eigenlijk drie lagen die dadelijk ook terugkomen in de visualisatie van de keten. Hier zie je een voorbeeld waarbij de ketenactoren centraal staan, de supporters onderaan staan en bovenin de influencers. En je ziet ook allerlei relaties tussen deze organisaties. Sommige partijen hebben op meerdere partijen van invloed en lang niet alle lijntjes staan hier getekend, maar het geeft even een beeld van hoe je een visualisatie zou kunnen doen. Ik laat nu een aantal andere visualisaties zien en belangrijk is toch ook altijd weer die legenda. En je zult ook zien dat bij een aantal van die plaatjes die er niet bij zitten, en dat maakt het meteen lastig om in te schatten wat zie ik nu eigenlijk. Hier zie je een vorm van een internationaal georiënteerde keten, waarbij ook een aantal verticale strepen zijn opgenomen om te laten zien waar liggen de grenzen. Van Afrika naar het continent Europa en in dit geval ook weer naar specifieke andere marktsegmenten. Je ziet hier mist een legenda, dat is jammer. Dit is weer een andere vorm van visualisatie met ook veel meer ingezoomd waarbij ook namen van bedrijven staan, met name in de blauwe hoek. Deze tekening is uitgewerkt vanuit het perspectief van deze chocoladebedrijven. Geeft ook wat inzicht in marktaandelen. Dus op deze manier kun je ook zeg maar, cijfers in deze visualisatie brengen om meer duiding te geven, bijvoorbeeld in dit geval over de marktpositie die partijen hebben. Dit is meer business to business. Ik laat er zo eentje zien die meer op sectorniveau zit. En zoals jullie kunnen zien, hier ontbreekt ook de legenda. En ik hoop dat bij de uitwerking van jullie visualisaties de legenda er zeker bij staat. Dit is een voorbeeld van een uitwerking op sectorniveau. In dit geval gaat het over de Nederlandse keten gericht op de retail. Dus alleen maar de supermarktketens zijn hier in beeld gebracht. Waarbij het natuurlijk opvalt dat er maar een aantal inkoopcombinaties zijn. En hier staan ook wat cijfers in om te benadrukken hoe divergerend en convergerend deze keten is. Dus afhankelijk een beetje van de visualisatie die je kiest, kun je ook een bepaald doel nastreven om dingen duidelijk te maken op basis van je tekening. Hier weer een andere tekening, een visualisatie van de tomatenketen. Ook vanuit het perspectief van de supermarkt, CBL heeft deze gemaakt, Centraal Bureau Levensmiddelen, de brancheorganisatie van de supermarkt in Nederland. En hier is al meer aandacht besteed aan de andere categorieën, dus food service zit hierbij, export zit hierbij
en geeft in de dikte van de balken aan hoe groot het aandeel is waar bijvoorbeeld van dit geval van de retail relatief klein ten opzichte van de totale exportmarkt. De cijfers staan hierbij in en het geeft ook nog meer inzicht in hoe dik zijn de stromen. Dat is hier kennelijk gepoogd weer te geven. Dan wil ik nog een aantal tips meegeven bij het uitwerken van de visualisatie. Tip 1 is daar waar het mogelijk is, laat zien hoe de eigendomsverhoudingen zijn. Sommige delen van de keten zijn van één organisatie. Dat zien we bijvoorbeeld vaak bij coöperaties, telersverenigingen of bij bepaalde integraties die hebben plaatsgevonden waarbij bedrijven delen van de keten hebben gekocht. Bijvoorbeeld in de richting van de vermeerdering of in de richting van de afzet. Je kunt dat doen met een gestippeld blokje eromheen of kiezen voor een bepaalde kleurzetting. Binnen buitenland, net al even genoemd, kun je dus laten zien. En de logistiek is normaal gesproken tussen de blokjes met een pijltje kun je dat afdoen en dan heb je eigenlijk het transport geregeld op papier. Maar als logistiek nou echt een duidelijk onderdeel is van jouw analyse, een duidelijk doel wat je verder wil uitwerken, dan is een pijltje niet meer genoeg, maar moet je meerdere schakels als het ware laten zien. In het plaatje Just an Orange uit het boek zie je al dat bijvoorbeeld als je alleen al kijkt wat er in de haven gebeurt, hoeveel partijen daarbij betrokken zijn. En als je die wil optimaliseren, dus bijvoorbeeld de import-export wil gaan optimaliseren, dan zul je dit helemaal verder moeten gaan detailleren en uitwerken. Dus het hangt echt af van de opdracht die je hebt, de analyseopdracht, hoe gedetailleerd je dat gaat doen. Kies ook een programma wat makkelijk is, Visio bijvoorbeeld, of er zijn ook wel andere programma's, om een en ander makkelijk aan te kunnen passen. Word en PowerPoint zijn niet aan te raden, het kan, maar het maakt het altijd wel veel werk kost als je dingetjes wil gaan aanpassen, als je tot nieuwe inzichten komt. Kies een positie in de keten van waaruit je dus de zaak opbouwt. Het wil helemaal niet zeggen dat je dus de hele keten heel vergaand gaat detailleren als je focust op meer licht op de toelevering. Bijvoorbeeld naar een teler toe of in bepaalde, je zit vooral op de retourstromen of in de afzet. Je hebt andere voorbeelden al gezien waarbij je zegt, nou we richten ons vooral op de retail. Dus dan heb je food service is dan maar heel beperkt uitgewerkt. Dus afhankelijk van de positie en de opdracht die je hebt, ga je de keten verder detailleren. In een andere clip kom ik daar nog verder op terug. Werk vanuit een bepaalde analyse en innovatiedoel dan ook. Bijvoorbeeld van de logistiek, krijg je een ander plaatje dan wanneer je zegt, ik moet in kaart gaan brengen hoe bijvoorbeeld allerlei zaken rondom energietoelevering in elkaar zitten. Denk ook aan de retourstromen, reststromen die ontstaan, steeds belangrijker, de valorisatie ervan, zeker als we gaan in de richting van een meer circulaire economie, circulaire ketens, horen retourstromen, reststromen, de valorisatie daarvan ook bij. Ondersteunende productstromen, wederom afhankelijk van je opdracht. Denk aan meststoffen, dozen die nodig zijn voor verpakken, energie, water. Ze zijn relevant voor de productie en dus kan geen enkel bedrijf dat voor elkaar krijgen. Maar afhankelijk van het doel, hoe ver ga je dat uitwerken? Denk bijvoorbeeld aan de hele meststoffenketen. Is op zich alweer een hele keten om uit te werken. En afhankelijk van je doel kun je er volstaan met meststoffenleverancier. Of je moet echt, als die keten wil gaan optimaliseren, helemaal erin duiken. Tot slot wil ik echt aandacht vragen voor de legenda. Super belangrijk, vaak vergeten of niet compleet. En probeer ook alle blokjes en de pijltjes die je gebruikt, de kleurtjes die je gebruikt, stippellijntjes, toe te lichten wat dat betekent. Je kunt bijvoorbeeld ook, zoals in dit plaatje, als er meerdere actoren zijn, meerdere telers bijvoorbeeld, in dit geval pluimveehouders, kun je dat zo met van die meerdere dubbele blokjes neerzetten. Je kunt er getallen bij zetten. Blokjes kun je met ronde vormen werken, kleurtjes, hoekjes, er zijn allerlei mogelijkheden, maar geef in ieder geval in de legenda weer wat het betekent. Informatiestromen gaan bijna altijd heen en weer, maar kunnen ook over schakels heen gaan. En geldstromen volgen steeds minder vaak de goederenstroom. Het kan gaan via dienstverleners, bijvoorbeeld een afzetorganisatie of een coöperatie die daarvoor is ingericht.
Naast de ketenactoren kun je ook diensten toevoegen, bijvoorbeeld voor de handel en voor het stukje afzet. Dus er worden bepaalde functies uit de keten uitbesteed. In dit geval hebben we ook nog een plaatje staan van de veterinair. Die levert diensten. Maar kennelijk is dat voor deze analyse was dat super belangrijk om die een plek te geven in dit plaatje. Of de stakeholders en de influencers die buiten de goederenstroom uitgewerkt staan, hangt deels van de opdracht af. En in die andere plaatjes die we hebben laten zien, kun je die er gewoon omheen gaan tekenen en erbij gaan zetten. Nogmaals, zorg voor een goede legenda en laat zien waar alle symbolen voor staan. Succes!